maak muziektheater, ik maak muziek, ik vertel verhalen. En dat doe ik hier vanuit Rotterdam-West. Ik ben een arbeiderskind. Dus dat betekent dat ik graag in een buurt woon waar iedereen elkaar gedag zegt. Waar veel ondernemers zijn. Hè, waar je je thuis kan voelen. En in Rotterdam-West heb ik dat gevonden. Ik voel me heel erg thuis in Rotterdam-West. Hey Benson. Kijk. Hallo Benson. Hoi. Ik heb altijd het idee gehad dat ik moest kiezen tussen de ene cultuur of de andere. En ik wil me niet kiezen. Ik wil gewoon Raja kunnen zijn. En daarom heb ik een stuk gemaakt over die zoektocht. Heb ik mezelf heel veel vragen gesteld, maar ook de maatschappij. En waar ik op uitkom is dat wat voor mij thuis is, is in een omgeving zijn waar ik warme mensen ontmoet. Waar het gezellig is. Waar men elkaar opzoekt. En waar men open staat voor elkaar. Daar in de bergen waar zijn vader heen vluchtte voor de Fransen, arrangeerde El Mohendis melodieën vermengd met verzet en sprak uit naam van zij de onderdrukte in de Rif die geen stem hadden. Hier gaat het dus gebeuren. In het stuk vertel ik ook over mijn grootvaders en mijn overgrootvader, mijn vader, mijn moeder. En al generaties lang knokken we voor vrijheid, voor ruimte. En ik ben dan die vierde generatie. Die ruimte opeist om mezelf te kunnen zijn en mezelf te mogen zijn. Ja, waarom hebben jullie thuis ontheemd in het programma opgenomen? Omdat in een grote stad als Rotterdam natuurlijk heel veel mensen hebben met heel veel verschillende identiteiten. En die daar ook naar aan het kijken zijn van hoe verhoudt het ene zich tot het ander. En wat Raja doet past daar uitstekend bij. Zo'n verhaal heeft zij ook. En dat zijn verhalen die heel veel mensen hier in de stad kennen en ook waarderen. In het land waar de zon doordringt in vermiljoen rood, genesteld in azuurblauw, de kleuren van percussie en koper. In Marokko ga ik verder aan het stuk bouwen. Ik zal dan op het gebied van muziek, decor, kostuum en beeld verder werken aan Thuis Ontheemd. Ik zal dan vooral graven in mijn roots. Want hier ben ik dan wel een mengelmoes, maar ben ik in Marokko, dan ben ik een Hollandse. Althans, zo ziet men mij. En ik heb het idee dat ik daar vooral artistiek, muzikaal, wat betreft mijn roots, die artistieke vertaalslag kan maken. In de winter ga ik weer toeren. Kom ik ook weer hier in Rotterdam, Theater Zuidplein, andere plekken. En dan laat ik zien wat Thuis Ontheemd dan is. Als een leeuw, een echte verdediger van de kudde.